Hoera, we hebben weer inflatie. Eindelijk, voor de eerst sinds jaren zijn de consumentenprijzen in Nederland met meer dan 2% gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meet het prijsverloop van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. En bij elkaar opgeteld, consumentenprijzen dus zijn gemiddeld 2,2% gestegen. Daar zit ik helemaal niet op te wachten, hoor ik u denken. Logisch, u moet meer betalen. Maar inflatie is niet per definitie slecht. Inflatie betekent namelijk ook groei. Bedrijven kunnen hogere productiekosten doorberekenen en dat is goed voor die bedrijven. En als er loonkosteninflatie is, betekent dit dat prijsstijgingen worden veroorzaakt door hogere lonen. Mits met mate is dat ook niet slecht. En bedenk daarbij ook, door inflatie worden uw bezittingen, bijvoorbeeld een koopwoning, meer waard. En uw schulden, bijvoorbeeld uw hypotheek, worden minder waard. Natuurlijk moet de inflatie niet te hoog en niet te hard gaan. Als brood en benzine iedere maand 10% de prijs zouden stijgen, nou, dan gaat het hard achteruit met je economie. Dat wil je niet. Meestal wordt inflatie veroorzaakt door economische activiteit. Bijvoorbeeld, veel vraag naar koopwoningen zorgt ervoor dat de koopwoningprijzen stijgen. Maar in dit geval is het de overheid die het feestje verpest. Want de belangrijkste oorzaak voor de stijging van de consumentenprijzen nu is hogere belasting. Verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent en hogere belasting op leveringskosten van energie zijn verantwoordelijk. Die zorgen ervoor dat de prijzen van huisvesting, water, energie en voedingsmiddelen omhoog gaan. Met andere woorden, dit is niet de inflatie waar we blij van moeten worden. En dan komt nog de vraag, hoe gaan we die prijsstijgingen betalen? Want zo lekker gaat het nou ook weer niet met de lonen in ons land. Door de jaren heen is het steeds een beetje stijfeltje wisselen geweest met de gemiddelde stijging van de cao-lonen en de gemiddelde inflatie. Vorig jaar gingen we er nog op vooruit met z'n allen. Dit zijn de lonen, dat is de inflatie. Maar voor dit jaar is dat nog maar afwachten. Nog niet alle cao-lonen zijn berekend. En volgens de werkgevers bedraagt de loonstijging in 2019 tot nu toe 2,3 procent. U schiet daar dit jaar dus weer helemaal niets mee op.